Die is aangereden door een vrachtwagen. Die hele vrachtwagen, zijn motorkap ligt er wel af. A1, reanimatie. Zo! Wat doe ik daar nou, Pik? Hallo mensen, leuk jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSP hier voor Amor. En vandaag ga ik op pad met deze ambulance, gemaakt door Jesly van Heumots. Met een beetje hulp van Lars Labré. Als ik goed uitspreek, Lars, ja, ik geloof het wel. In ieder geval, hij is nog work in progress, dus lekker Engels weer, Pik. Hij wordt nog verder afgemaakt. Dat betekent dat ik niet uitgebreid alles binnen laat zien en zo. Was een beetje de afspraak, want ik kon gewoon niet wachten om hem al te gebruiken. En dan ben ik weer zo irritant om steeds daar door te vragen, maar geeft hij ambu, geeft hij ambu, geeft hij ambu. En uiteindelijk hebben ze maar gezegd, weet je wat, je krijgt hem gewoon. In ieder geval, blauw, niks, oranje, hij heeft groen en werkverlichting. Wat je gaat zien is dat er dus nog wat dingen missen, zoals sirene speakers, zoals in het midden zit ook nog blauw, dat heeft ook niks. Maar in ieder geval nogmaals, het is een, hij is nog in de maak, hij moet nog worden afgemaakt. Dus dat betekent dat er dingen nou eenmaal niet kloppen. Of niet kloppen, nog niet af zijn en niet compleet zijn. Dus daarom, binnenin bijvoorbeeld, laat ik ook verder niet zien. We gaan nu naar een A1 melding, persoon neergeschoten, de politie rijdt mee. Het is redelijk ver weg. Wat wil ik nog zeggen? Dat de sirene die de 1303 normaal gesproken heeft, die gebruik ik niet. Ik gebruik zeg maar de sirene die deze ambulance in Rotterdam heeft. En dat is namelijk die wat ook op de RMT Audi Q7 zit. En op sommige andere ambulances, dat is deze. Want deze vind ik gewoon super vet. Vetter dan de soort. Hij lijkt een beetje op de politie sirene, maar dan is het de ambulance versie ervan. We gaan dus nu naar een persoon neergeschoten op een hele drukke snelweg. En zoveel mogelijk links rijden tot het verkeer automatisch naar rechts gaat. En zolang dat goed gaat, crasht die handen. Zo, daar zijn we weer. En meteen een AE melding. Voor een ongeval wegvervoer. Dus een ongeval met een auto. Ik weet niet of daar ook politie en brandweer naartoe gaat en of daar twee auto's tegen elkaar zijn of één. Dat is één groot vraagteken. Maar we zijn er al bijna. Dat is in... alleen één persoon. Die is aangereden door een vrachtwagen. Die hele vrachtwagen, zijn motorkap ligt er wel af. Ik vind die velgen ook zo vet, die zwarte velgen. Oh, dat is wel heel dicht op de motor. Kunnen ze naar binnen rijden hier? Ja, goeiedag meneer. Ik ben zeker de bestuurder. Ik ga eens kijken. Wij gaan eens kijken bij ons slachtoffer. Oh, die ligt er wel helemaal onder. Hoe ging het ook alweer? Griekse ei? Oh shit. Oh yo, het is gewoon H. Geloof ik. Maar we kunnen hem meteen meenemen naar het ziekenhuis. Weet je wat we doen? Meneer, kom eerst eens onder die ambu uit. Of onder die auto uit. Het was een foutje van mij. Griekse ei is meteen meenemen naar het ziekenhuis. Dat is stap 1. Kunnen we nog evalueren? Leven is goed, saturatie is goed, ademhaling is goed, hartslag goed, bloeddruk goed, temperatuur goed. Wacht even hoor. Wat mij betreft hoeft u er niet eens mee. Ja, meneer, het beste ermee. Weet je, alles was zo goed. Ik zag verder geen wonden, hij kon lopen. Ik denk dat het heel langzaam is gegaan.
Dus patiënt hoeft niet mee. En wij zijn weer op vrij. Ook wel eens lekker. We waren bijna bij de post. Wel hier, links namelijk. En we krijgen een melding van een persoon die wat misselijk is, wat braken, koorts heeft. Dus we gaan even daar naartoe. Dit is een A2. Het is hier erg druk, dus ik pak hem linkerbaan en dan ga ik dadelijk naar links en eerst voor naar rechts. Dat is wat minder druk. Denk ik. Dus die ritten horen natuurlijk ook bij A2'tjes. Maar we pakken nog genoeg spoedritten zo dadelijk. Jullie hebben geen voorrang mensen. Jullie hebben. Ik rijd dus gewoon door. Nou, dan zijn we er toch bijna 300 meter nog. Zo, te plaatsen. Goedendag. Hallo. Hoi. Oké, is goed hoor. Dankjewel. Hoi. We beginnen met H. Evalueer. Eens kijken of het überhaupt nog ademt. Zo ja, dan weten we dat al was. Ja. Oké. Ik ga meteen wat zuurstof geven. Want die is laag. Verhoogde temperatuur. Hangen 38. En dan gaan we even kijken wat er nou allemaal speelt. Waarom we hier natuurlijk in gaan. Even kijken. Virale hepatitis. Nou, hij is gewoon onwel geworden op straat. Oké. Was misschien wel A1. Flauwval op straat gewoon zomaar is op zich best wel een A1. Nou, hij is al in de ambulance te zien. Ja, hij zit. Dus die gaan we even naar het ziekenhuis brengen. Even laten controleren of die wel, hij valt nu door de grond heen. Of die, hoe heet het? Of daar iets aan de hand is of ja, wat verder onderzoek. Weet je, bloed prikken, dat soort dingen. Aankomt ziekenhuis. Status vrij. Die scheelde voor elk nacht zelfs nog tegenop. Persoon neergeschoten, politie gaat mee. Alweer. Het is straks ook al, maar die hadden we niet afgemaakt. En nu weer niet. Zo, al een paar keer dat hij is gecrashed. Dat betekent wel dat ik gewoon lekker verder ga op de locatie waar ik ben geëindigd. Of waar ik weer inspawn. Even kijken. Politie Boulevard, Politie B. Dat is heel ver weg, dus die gaan we niet aannemen. Er is een ongeval gebeurd, dat is niet waard om te zeggen. Daar gaan we A1 helemaal naartoe. Ja, goed. Dus, we zijn vandaag een beetje aan het surveilleren, niet echt op post staan. Kan aan de ambu liggen, kan aan de mod liggen. De mod is natuurlijk, crasht ook wel eens. Aan de andere kant crasht hij ook wat vaker met deze ambu, maar dat is niet om de ambu af te kraken. Maar wie weet, ik weet dat nooit precies. Kan aan ELS faal liggen, hij kan aan bepaalde dingen zijn die ik doe. Bijvoorbeeld, wat doe ik verkeerd? Misschien te snel rijden. In ieder geval een persoon niet aanspreekbaar. Ja.
Oh, rijdt er alsnog omver. Ik dacht echt, lekker grempik, maar nee hoor. Hoi, wat is er gebeurd? Je zegt toch niks tegen me, dus dan praat ik niet met je. Het zegt, het is niet goed. Oké, dat is wel iets. We gaan meteen even kijken hoor. Blijf allemaal rustig, ontspan. Denk zelf ook aan je hartslag. Komt helemaal goed, joh. We hebben wel gewoon alles aanwezig hoor, dus dat is goed. We gaan even kijken wat het probleem was, waarom deze mevrouw misschien niet aanspreekbaar is. Voedselallergie is bekend met astma, hypotensie, is licht cyanotisch en kortademig. Pijn op de borst wel, retosternal en koud zweet. Kan misschien een hart, iets met hart zijn, maar kan, lijkt nu meer op de longen. Dus wat we gaan doen is sowieso wat zuurstof bijgeven, terwijl de saturatie te goed was. Dus dat gaan we sowieso even doen. En met die zuurstof samen ga ik wat medicatie geven om wat te ontspannen, om wat pijnklachten eventueel weg te nemen. En dan gaan we eens naar het ziekenhuis met deze beste mevrouw. Is het bekend met astma, heeft misschien een astma aanval. Maar hij krijgt zeker zuurstof tekort ergens, want cyanotisch is blauw, van het blauw kleuren van de huid. En dyspneu, dat is kortademigheid. Dus dat is in ieder geval iets niet helemaal lekker. Om die reden gaan we wel even met spoed naar het ziekenhuis, vind ik. Of ja, code groen, nee. Stabiel. Dus we gaan A2. Ga even aan de kant, Pik, dankjewel. Ja, ik krijg gewoon door. Het enige wie groen heeft, dat zijn hier de voetgangers. Ik vind dat zo'n onzin om daarop te wachten. Ik weet niet hoe dat met jullie zit hoor. Natuurlijk is het realistischer als ik gewoon netjes verwacht tot het groen is. Maar dat geduld heb ik gek genoeg niet in GTA. Want het is eerst, als ik hier nu rood krijg, en dat wordt nu, maar ik krijg het gewoon door. Dan heb ik eerst links groen. Dan rechts groen. Dan voor me groen. Dan alle voetgangers groen. En dan jij pas weer. Dat is echt heel lang wachten. Er komt net ook een andere ambulance aan die een patiënt heeft afgeleverd. Of gaat afleveren. Dag collega. Kijk eens. Oh. Mag achterin niet laten zien. Oh, ben ik toch een boefje. En we gaan naar, niet daar naartoe in ieder geval. Daar kom je nooit doorheen. Dat duurt me dus lang. En dan moet ik maar omrijden. Want stel er komt een melding. Kan ik daar de mensen nog meteen uitwijken natuurlijk. Of hier kan ik dan meteen weg. Daar stond ik bom muur vast. Voor mijn wc uitspraak. Persoon neergeschoten. Daar gaan we niet meer heen. Want daar ben ik nog nooit te plaats gekomen. Ik ga alleen maar fout. Als je een goede, of ja, als je, het is vaker zo, een soort quizvraag. Geen prijs zit eraan vast hoor, maar als een ambulance naar achter jou staat, kan het zijn dat die een paar meter afstand houdt. Terwijl je denkt, nou, huh, je had toch makkelijk nog een smart tussen gekund. Tot er of een fietser heel makkelijk doorheen, of snap je. Dus stel, deze paal hier links is een auto, dan houden ze dit soort afstand. Terwijl jij zelf misschien gewoon hier zou staan op de voorgaande auto.
De vraag is, waarom doen ze dat? Ik weet het. Kan een ambulance zijn, kan een brandweer zijn, kan een politie zijn. Weet jij het ook? Laat het maar weten in de reacties. En ik ga eens kijken hoeveel mensen daar het juiste antwoord op hebben. Ja, dat zag ik gebeuren en ik deed er niks tegen, maar ik ben er wel langs. Zo, aangekomen post waar wij wachten op een nieuwe spannende melding, want de rest was wel allemaal heel saai. Over spannende meldingen gesproken, dit is er een. Reanimatie. We gaan die kant op. A1 reanimatie. Lolo, leave open lanes open, dankjewel. Waar is dat van? Laat het ook maar weten. Ja, dat is super makkelijk dat het van Ambi Channel is. Maar die andere vraag wil ik wel eens weten hoeveel mensen daar antwoord op hebben. Plaatsen voor de 103, graag tweede ambulance kant op, want ze zijn de reanimatie inderdaad gestart. Goedendag mevrouw, ga ze door, of weet je wat, ik neem het over, dankjewel hoor. Mijn collega en ik gaan beoordelen. Ja, betreft inderdaad een reanimatie gestart. Lifepack opladen. Geen shock geadviseerd en ze leeft. Deze mod is toch zo simpel eigenlijk, hè? Zo. Ja, Ambien. Daar komt een Audi. Want ik weet dat het geen Ambi is. Zo. Wat doet de guy naar pik? Er moet ook nog een vrouwken in. De vrouwken is boos nu, hè. Vrouwken, kom hier, jong. Geen moe in die ambu. Hoppa. Duran rijdt door. Duran rijdt door. Dankjewel. Aston Martin of wat je bent niet door. Dankjewel. En dat is A1 naar het ziekenhuis. Na een reanimatie. Succesvolle reanimatie. Brandje, sorry.
Tuurlijk. Zo, daar ben ik weer. En de ambu staan daar, ja, voor de mooie thumbnail. Want ja, een beetje mooie thumbnail moet altijd wel. Vind ik altijd wel mooi en belangrijk ook. Maar waar het om gaat is dat de video weer klaar is voor vandaag. Soms is het gewoon dat je, en dat hebben jullie als jullie zelf LSPDFR spelen en de IMS mod spelen en elk ander spel wat met mods, wat dus iets instabieler is. En zeker als je dan gaat opnemen, dan denk ik dat jullie allemaal wel het gevoel kennen van opname starten, game crash stoppen. Tweede opname starten, die dan verder gaat. Game crash stoppen. Derde opname starten, game crash stoppen. Vierde opname starten, game crash stoppen. Ik kan nog wel naar 5, 6, 7, 8 doorgaan. Maar ik denk dat jullie ook bij 4 al denken van weet je wat, laat maar zitten. Dus ik heb gewoon allemaal stukjes uiteindelijk gepakt. Met die stukjes heb ik toch een video weten te maken. En ik heb dat nu ook al geëdit. En achteraf bedacht ik nu of zag ik van ik moet nog even een outro maken. Dus dat doe ik dus nu bij deze. En als ik dan toch nog gewoon een thumbnail nodig heb, dan maak ik meteen op deze locatie met die twee ambu's op de achtergrond de outro. Dus bedankt voor het begrip. Ambu, dikke shout-out naar Jesly van Heumods. Want ja, hij is natuurlijk gewoon super vet die ambu. Er komen nog veel mooiere dingen aan van Jesly en van Heumods dan. Maar ik wilde hem gewoon nog gebruiken. Dus bedankt daarvoor Jesly, je weet het. Voor jullie, bedankt jullie voor het kijken. Laat een blauwe duimpje achter. En een reactie en ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Als ik heel goed nadenk is dat een roleplay video waar ik wat nieuws probeer of wat nieuws heb. En wat ik sindsdien wel vaker heb gedaan. Ook weer thanks to Jesly in die video. Jesly is gewoon een goede kameraad van me. En wat dat gaat zijn dat gaan jullie dan over een paar dagen, twee dagen zien in een nieuwe video. Tot dan, doei!